Ik wil het hebben over de roman Alte Meister van Thomas Bernhard, in Nederlands vertaald als Oude Meesters. Het is een roman waar eigenlijk hoegenaamd niks in gebeurt. Een oude man, een oude muziekrecensent, komt één keer per week naar het Kunsthistorisch Museum van Wenen en gaat daar op een bepaalde bank zitten om naar één welbepaald schilderij te kijken. De man met de witte baard van Tintoretto. En om een keer op een dag nodigt hij een andere vriend van hem uit om hem die dag te ontmoeten in het Kunsthistorisch Museum in Wenen. En de roman is niets anders dan de herinnering van die vriend, van die uitgenodigde vriend, aan de vriendschap die hij met die oude man al jarenlang heeft onderhouden. En dat klinkt allemaal misschien heel suf, maar het is in een buitengewoon hartstochtelijke taal geschreven. Het is zoals bij alles bij Thomas Bernhard geschreven vanuit een soort radeloosheid, van een soort zeer welsprekende woede die helemaal niet afstoot, maar die je eigenlijk helemaal voor hem inneemt. Ik beschouw Thomas Bernhard als een schrijver die tot mijn zeer intieme kring van vrienden behoort. En het is een stem die ik jaarlijks nog wel eens opnieuw wil horen, die ik echt mis soms, omdat er zoveel kracht, zoveel subjectiviteit, zoveel eerlijkheid en zoveel radeloosheid vanuit gaat.